Dirk was meelezer van de hoofdstukken in wording, als ik het zo mag zeggen, van de biografie over dokter-ingenieur Frank Ezet, waarvoor ik hem, het is alweer 3 jaar geleden, had geïnterviewd. En het leuke is, dat is ook een van de herinneringen aan Dirk, toen ik het interview uitgetikt naar hem mailde, toen schrok hij, want hij zei van, Jezus, ik heb eigenlijk veel meer over mezelf verteld dan over Frank Ezet. Maar daar had ik absoluut geen spijt van, want dat interview was voor mij eigenlijk 3 jaar geleden ook de eerste uitgebreide persoonlijke kennismaking met het leven en werk van Verrier. Want al die tijd, vanaf 1995, toen ik hem had aangetrokken als nieuwscommentator in het radioprogramma Zorg en Hoop, communiceerden we zakelijk. Hè? Dus nu zaten we ook tegenover elkaar van, oh god, het is fijn om dat allemaal te weten. En eigenlijk wil ik dat verhaal ook nog wel opschrijven, hoor. Ik bedoel, iedereen, hij is zo nationaal bekend en iedereen is trots op Verrier. Maar als je gaat kijken naar hoe zijn leven, nadat hij in Amerika was afgestudeerd, zich ontwikkeld heeft toen hij in Suriname kwam. Nou, dat heeft te maken met politiek, het heeft te maken met de landbouwontwikkeling, het heeft te maken met West-Suriname. Er zijn zoveel facetten waarover hij een uitgesproken mening had dat, eigenlijk vind ik dat er een biografie over hem moet komen. Net zoals over Frank Ezet. Voor wat betreft zijn denken over de ontwikkeling van Suriname. Na Ezet is hij voor mij de grote visionaire denker. Van ja, wat zijn de vergezichten voor de ontwikkeling van Suriname? Hè? En mensen van zijn soort zijn er heel weinig of niet in Suriname. Ik hoop dat zijn nalatenschap en zijn denkwijze, hè, de systematische manier van werken als onderzoeker, of het nou ging om de landbouw of om de planologische ontwikkeling van Suriname, dat hoog wordt gehouden, hè, dat mensen zich daarin gaan verdiepen en dus dat zijn nalatenschap verder wordt ontsloten voor de samenleving. Ik weet niet wat hij allemaal op zijn zeswo-kantoor heeft bewaard, wat heel bijzonder is. Hij heeft ook veel gepubliceerd, rapporten en dergelijke. En dat zijn allemaal waardevolle dingen. Want we hoeven niet opnieuw het wiel uit te vinden, maar van zijn kennis en zijn know-how die hij ons heeft nagelaten. Die kennis en know-how moet deze Surinaamse regering gaan betrekken in de verdere ontwikkeling van het land. Dat is wat ik vind. Wat die betekent heeft voor Suriname, dat moet ontsloten worden en breder bekendgemaakt worden voor de generatie die hem niet gekend heeft. Hè? Dus dat geldt ook voor Frank Ezet en voor vele anderen, waarvan de ouderen weten wie ze zijn en wat ze hebben gedaan. Maar de jongeren van nu niet. En ik denk dat die generatie die de ontwikkeling van het land verder moet voortstuwen, daar dankbaar voor gebruik van kan maken om te leren van wat mensen uit het verleden voor ons hebben nagelaten. En wat, daar gaat het om, wat vooral nog zeer bruikbaar is. Ook bij Ezet zie ik dingen, rapporten die hij heeft nagelaten, nou, waaruit veel te halen is, geactualiseerd moet worden, omdat het nog toepasbaar is voor de toekomst van Suriname.